Dit jaar, dames en heren, zijn er weer veel jonge artsen afgestudeerd die proberen gaan een huisartsenpraktijk op te zetten. En dat geeft wat financiële problemen. Daarom hebben wij van Tros Actua nu even een gesprekje met een van die jonge artsen, dokter Van Rossum. Gaat u even mee? Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. De volgende patiënt. Ik ben nog niet helemaal ingericht. U ziet het wel, hè? Het is een nieuwe praktijk. Ik zet de spullen net neer, zeg. Ik begrijp het. U bent de volgende patiënt, begreep ik? Nee, even to the point. Nee? Ik ben van Tros Actua. Wat? Aardig voor u, zeg. Wat verschrikkelijk. Nou, ik weet niet of ik daar iets voor heb, hoor. Dan moeten we paardenmiddelen gaan pakken. Nee, als u even luisteren wil. Ik heb u gisteravond gebeld. Wij zouden een interview hebben samen. Met wie? Wij samen. Weet u wel, over... Nee, dokter van... Kinderen weer. Kinderen onderzocht. Die gaan allemaal lollig. Oh, die hebben vastgeplakt. Dokter, hoe heet ik ook alweer? Van Rossum. Van Rossum. Met dokter Van Rossum. Ah, mevrouw Van Gelderen, dag. Stel u nou... Wat erg voor u, zeg. Wat verschrikkelijk. Lang al? Ja, ik kan nou niet naar u toe komen. Ik heb hier net een zware patiënt zitten, die. Luister, houd u de boel warm. Ik kom zo snel mogelijk. Meer kan ik niet zeggen, hè? Dag, mevrouw Van Rossum. Hoe niet, daar ben ik. Mevrouw Van Gelder, bedoel ik. Ja, sorry, hoor. Dokter, wij zouden graag willen weten hoe... Nee. Een knikker erin gedaan. Lastig. Gek van die probeert u even rustig te blijven. Natuurlijk, ja. We zouden even een gesprekje hebben over het feit hoe u dat nou financieel kunt bolwerken. Wat? Zo'n nieuwe praktijk. Wat voor praktijk? Hoe niet? Ja, dat is heel moeilijk. Hè. Als beginnend dokter heb je het heel zwaar. Hè. Je moet er van alles mee doen om de kosten te drukken. Hè. De kosten zijn... Die zijn hoog. De huisbaas wil geld hebben. En de huisbaas... Spullen kopen. Ik doe er van alles mee. Ik heb bijvoorbeeld ook een reisbureau. Ik heb een reisbureau. Wil je naar Tunesië? Dat kan. Huppa, stap in. Huppa. Een mailtje gratis. Wat dacht u van deze? 14 dagen Costa del Sol. Dus ik kan bij u een vakantiereis boeken? Inclusief zonne-olie, niks meer u zelf in. Het is niet te geloven, nou dat hoeft niet. Theaterbureau wilt u ergens heen? Revue, concerten, films? U kunt overal gewoon boeken. Ik kan bij u kaartjes bestellen. Tot in Londen toe? Londen? Het is ongelooflijk. Overal, u zegt het maar, hoor. Dus u hebt een reisbureau en een soort van theaterbespreekbureau bij. Hoe wist u dat? Ja, dat vertelt u me net allemaal. Oh, natuurlijk. Het is ongelooflijk. Rondgesproken. U moet dus heel wat doen om er een mouw aan te passen. Natuurlijk, hè? Moet alles doen om er een mouw aan te passen. Sorry. Ogenblik. Wat is er? Bijna vergeten. Kom zo ben ik terug. Ah. En meneer de Bruin, hoe zit hij? Nou, wel lekker. Oeh, die zit perfect, zeg. Ik heb even gezegd, dat is perfect, hè. Het haalt u op, het pak. Mag ik zeggen, het haalt u enorm op. Wat vindt u? Zullen we aan die kant ook zo'n mouw doen? Ik vind het wel leuk, staan alle twee de kant. Graag, graag. Zag ik het niet op het hè? Kijk, nou, het zegt als 5 centimeter korter. Heb je dat geweten? Nee, zeg. Nee. Goed, dat is wat, hè. Ik zal tegen de naaister zeggen, hè. Komt u het volgende week ophalen? Hè? Dan zie ik heel graag, dank u wel. Perfect, hoor. Ja, tot ziens. Sorry, dat is ook allemaal bij. Ja, doe daar bij, hoor. Maar moet wel, om de kosten te drukken. Maar gaat dat niet ten koste van de hele gang van zaken hierin? Van de hele gang van zaken? Ah, kijk nou, mevrouw Wippap. Kijk eens, ogenblikje, hoor. Sorry, hoe is het ermee? Alles goed, dus? Ja, natuurlijk, gezellig. Fijn dat u er bent. Ik denk, zou ze nog komen? Of ze niet vandaag, hè? Kom, zie het, hè. We hebben weer van alles, hè. Heeft u de vruchtpalen al gehad? Nee, vruchtpalen, 10 cent, zei ze vandaag. Maar ik heb liever 2 ons gemengde drop nu. 2 ons gemengde drop? Ja. Hoe is thuis met de kinderen? Alles goed? Oh, prima. Ja? Fantastisch. En is uw man weer losgelaten? Hoe bedoel u? Die zat er vast, man? Nee. 2 ons. Het is ietsje meer. Is dat vervelend? Dat mag. Vind je niet erg? Kijk eens. Niet erg, de zuurstokken zijn in de aanbieding. Misschien de zuurstokken van de kinderen. Oh ja, dat is je maar 3 voor een gulden. Ja, ze lusten wel wat. Zachter elkaar legt zijn ze dank langer. Dank u wel. Is dat het? Nee, zegeltjes nog. De zegeltjes, ja. Ik heb bijna mijn kaart vol. Wat zeg u nou? Bijna mijn kaart vol, ja. Oké, hè. Staat toch op strijkijzer op, hè? Volle kaart is een strijkijzer. Ja hoor, of een kinderweegschaaltje, hè, voor de kinderen. Nee, liever dat strijkijzer. U liever strijkijzer, maar eerst de kaart vol, hè. Zo, hoeveel is dat? Oh, natuurlijk. Dat is 3,25. Doe maar 3,50. Ik heb het gepast. Heb u het gepast? Hoor, dat is prettig. Ja, fijn, dank u wel, hè. Tot van de week weer dan. Nou, anders u wel, hè. Ja, dag. Dag, mevrouw. Nou, ik moet zeggen, dokter Van Rossum, ik heb er respect voor hoe u dat allemaal uit elkaar kunt houden. Heeft u in de gaten? Het is ongelooflijk. Ogenblik. Dat gaat aan de deur. Ja. Nee, het is de telefoon. Ja. Sorry. Ik doe nog even aan de deur. Hallo. Hoe heet ik ook alweer? Van Rossum. Is het eerlijk? Met dokter Van Rossum. Mevrouw Van Gelder weer, ja. Ja, wat vervelend. Nou, ik kan niet weg, hè. Ik zit nog steeds te praten. Ik ben nog geen chirurg. Ik kan mezelf niet in tweeën delen, hè.
Nee, nou, ik kom zo gewoon mogelijk. Hè. Houdt u het warm, hè? Probeert u het gewoon warm te houden. Dat is het enige wat ik zeg. Ik kan. Nee, mevrouw Van Rossum. Mevrouw Van Gelderen. Sorry. Even weten wat dat was. Wat was wat? Dat is mevrouw Van Gelderen. Die belde. Die heeft last van een binnenbrand. De boel staat in lichte laaien bij de thuis. Ik ben namelijk ook nog commandant van de brandweer hier. Hè? Commandant van de brandweer? Ja, 400 gulden in de maand. Dat laat ik niet door mijn neus boren, hè? Dus ik kom wel, hè? Staat het voor nou? Heel erg. Bonjour. Daar is weer iemand. Emile. Heerlijk dat je weer ziet. Dacht ik ook. Dat heerlijk. Zal ik weer gaan staan? Nou, graag. Emile schildert mee. Ik ben ook nog schildersmoedaar. Schildersmoedaar. Handen in de zij graag. Dat is hij. Oversteek mee, zeg ik. Ken ik hem hoog. Vind je vervelend? Nee, dat vind ik prettig. Hij schildert mij 10 gulden per uur. Dat pak ik niet. 10 gulden per uur. Iedere dag komt hij 5 minuutjes. Dat is een ervaring, hoor. Als je wel ook nog erbij schildersmoedaar. Ziet zo, Emile, maar ik ben even bezig. Het is voorbij. Perfect. Is hij klaar? Natuurlijk. Ah, mag ik hem even zien, zeg. Fantastisch, zeg. Fantastisch. Wie is het? Bent u? Op dat moment. Sprekend. Zeg, Emile, succes ermee, hè? Tot aan de deur. Ja, daar is de deur. Ja, hoor. En wie was dat? Wie? Die schildert. Dat is Emile, die schildert mee, hè? Oh, ja. Ja. Heel leuk. Heel leuk. Ik ken hem niet. Nee, ik ook niet. Ik zie hem ook voor het eerst. Ik zal u vertellen, als ik in uw schoenen zou staan, ja, ik zou er grijze haren van krijgen. Goed dat u het zegt, zo binnen vergeet, dan kom ik zitten met u te praten, hè. Sorry, ja, hoor. Wat is er dan? En dametjes de Bruin, vertel eens, loopt het al een beetje? Oh, dat ziet er heel goed uit, geloof ik, hè. Ach, dat is al bijna droog, hè. Nou, als we dat gaan uitkammen, hè, daar zal wat vuil uitkomen dadelijk, hè. Maar dan maken we er nog iets van, hoor, hè. We gaan die keer ons verrassen vanavond. Ik dacht het wel, hè. Zet hem wat hoger bij u. Bij u ook, hè. Zo. 2 minuten, hoor. Er liggen nog andere bladen ook, hoor. Ze liggen er nog van 1813 zelfs. Dus u hebt er ook nog een kapsalon bij. Zag u, hebben jullie ook even gekapt, hoor? Dat kan, hoor. Want ik knal ze zo van die toelaat, hoor. Nee, doet u niet. Recht op midden? Nee, dank u zeer. Op het ogenblik geen tijd voor. Okay. Al die dingen doet u om het hoofd boven water te houden. Ja, ik geef ook nog zwemles. Zwemles? Iedere avond van 7:10, hè. Hier, het wordt van zijn bad, hè. Kinderen zijn gek op mij, hè. Ik geef de zwemles op erin, hè. Ik douw ze er zelf. Er is weer iemand voor u. Wat komt die doen? Ach, kijk nou, ik had u bijna vergeten. Een patiënt. Ik kom met de danslesje. Ja. We doen nu even het dingetje om, hè. Dat we goed zien wie de man en wie de vrouw is. Wat geeft namelijk dansles, u zei het al, hè. Dansles, toch? Papa. Dan gaan we voor de Engelse wals waar we mee gebleven laten. Oké, daar gaan we, hè. Ja, daar gaan we. Voorzichtig, niet leiden, niet leiden. Ik leed, voorzichtig, ja. Andere kant op. Andere kant op. Andere kant op. Even, ja. Oh, ik ga leiden. Ja. Hij gaat heel goed, ja. Heel tempo houden, hè. Oh, is dat steeds boven op de voet? Ja, heel goed. Hou die tempo vallen, hè. Dan gaan we volgende week verder naar de Foxtrot, hè. Goed doorgaan, zo. En zo de tempo. Het is ongelooflijk, zet u de muziek even uit. Ik vind dit heel bijzonder, dokter Van Rossum. Dank u. Maar één vraag. Hoe over? Komt u op deze manier nog aan uw patiënten toe? Patiënten, stop. Neem me niet kwalijk. Zou ik bijna helemaal vergeten. Ja, meneer Van Dam. Heeft u lang moeten wachten.